Bier und ein Apfelkorn, schalalala. Bier und ein Apfelkorn, schalalala. Bier und ein Apfelkorn, schalalala. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Schluck, schluck. Bier und ein Apfelkorn, schalalala. Aangekomen op de Heuvel in Tilburg bij het Bierfestival. De 9e editie alweer. En nou, we gaan eens wat biertjes proeven hier. Hoe staat het ervoor vandaag? Buiten verwachting goed, eerlijk gezegd. We hadden verwacht dat het weer was. Viel begin van de dag een klein beetje tegen. Maar het is helemaal opgeklaard. En de BK, de Oranje wedstrijd zit eraan te komen. En het is lekker druk, zoals je kunt zien. De bieren zijn koud, dus helemaal perfect. Ook op het gebied van wat straattheater hebben we wat meer apartere dingen. Frans van der Meer, bekend van Ferry van der Zaande, die staat vanmiddag op te treden. En de familie Kruik is vanmiddag ook aanwezig. Ja, en dan zijn jullie ook op de Tilburgse kermis te zien bij Omroep Tilburg. Ja, dat klopt. Als zijnde familie Kruik. Ja, dat is waar. De tweede keer geloof ik, hè? Ja, vorig jaar ook al. En deze jaar weer. En hoe staat het ervoor met de opnames? Heel goed. Ja, we hebben heel veel toffe dingen al gefilmd. En we zijn al in de stripclub geweest. We zijn al, hebben een bruiloftsfeest al gefilmd. En we hebben heel veel figuranten al bij elkaar gehaald. En dat is, zijn hele leuke dagen. De organisatie heeft ons gevraagd om voor het bierfestival speciaal cocktails te verzinnen die ook leuk samen gaan met bier. Zeker met het weer wat je hebt, het zonnetje erbij, denk ik dat cocktails heel goed passen. En daar zijn we aan de slag gegaan en we hebben denk ik een paar hele leuke cocktails in elkaar gekregen die ook leuk samen gaan met bierfestival. Want ik zag dat er ook bier in gaat. Of voor bier gaat erin? Het hoofdbestanddeel is eigenlijk bier. We proberen juist om het biertje wat we pakken, we proberen een smaak omheen te creëren die net even een andere twist geeft als wanneer je het flesje opentrekt en het zo opdrinkt eigenlijk. Ja, nou zag ik ook een cocktailbar voorbij komen. Ja, klopt. Dat is Cocktail Lab. Die zijn gespecialiseerd in het maken van cocktail workshops en dergelijke. Ze hebben wel voor de gelegenheid een biercocktail ontwikkeld. Dus zij maken gebruik van, ik meen een kriekenbier, waarmee zij dan een biercocktail maken. Ja. Heb je dan wat verschillende soorten bier op? Ja, ik denk dat het de zesde is nu. De zesde. En het weer is beter geworden, dus beter kan niet. Ja, wat zijn nou biersoorten waar je zegt van, nou dat is echt iets voor mij? Nou, het Uiltje heeft zo'n pepperspray bier, een beetje pittiger en dat is toch wel erg goed. Ja. Waar komen jullie ergens vandaan? Uit Tilburg? Het Weert. Dus we hebben een eindje gereisd om hier te komen, maar doen we graag voor biertjes. Helemaal in het oranje, jullie zijn helemaal klaar voor de wedstrijd vanavond? We gaan dadelijk lekker naar de Stadhuisstraat en dan een feestje bouwen. Wat gaan we doen vandaag? Ik denk 2-1 winnen. Ja. Ik kom nu uit Utrecht. En helemaal uit Utrecht hier naar het bierfestival? Ja. Hoe vind je het hier in Tilburg? Gezellig, ja. Heb je ook al wat bier geproefd? Ja. Al 4 biertjes heb ik nu op. Dus ja, lekker. Wel, dit is ongeveer de 4e keer dat wij hier komen. Het is altijd een aangenaam bierfestival. Vooral, wij komen uit België, dus wij kennen de Nederlandse bieren eigenlijk niet. En daarom komen wij juist naar hier. Vooral de verscheidenheid van Belgische bieren is hier heel weinig. En de meerderheid is hier Nederlandse bieren die we niet kennen. En daar houden we dus eigenlijk ook van. Ambassadrices, wat doen jullie precies? Nou, wij lopen hier zoals elke recht aardige Tilburgse over dit festijn om de kleine bierbrouwerijtjes hun biertjes te proeven. Ja, dus jullie hebben eigenlijk al heel wat geproefd dan? Nou, nee. Ik doe het wel met mate, want anders dan proef je ook het verschil niet meer zo, hè. Heeft te maken met smaakpapillen, je tong. Als ze tegen mij zeggen, lust jij een pilsje? Nee, sorry. Ik drink geen pils. Ik drink een heerlijk smaakvol biertje. Wat is nou het verschil tussen bier en pils dan? Zeg eigenlijk een verschil tussen. Jawel, er is heel veel verschil tussen. Want een smaakvol bier, je hebt een biertje waar meer hop in zit. Of kruiden, verschillende soorten kruiden zitten er ook in. En een pilsje, dat vind ik voor mezelf zo fabrieksmatig, hè. Pils. Wanneer drink ik pils? Ik drink alleen pils met de carnaval. Dus, zijn er nog bieren die u nog wilt gaan proeven vandaag? Nou, ik heb Blauwe Tram en de Broeder Gerardus. Dat waren wel de toppers. Daar hou ik het vandaag ook bij. Chef, de 9e keer op het bierfestival. Ja, dat is heel bijzonder, denk ik, hè. Geweldig natuurlijk dat we er weer bij mogen zijn. En gelukkig is alles weer met het weer goed gekomen.
Dus we genieten er weer van. Ja. Nou komen jullie helemaal uit Moergestel. Ja, het is voor onze thuiswedstrijd. En dat is toch wel fijn, want we reizen eigenlijk heel Nederland door met festivals. En het is heerlijk als ik in Tilburg en in Oosterwijk en in Hilvarenbeek gewoon lekker met uw eigen Brabants volk uw eigen bier kunt presenteren. Want wat voor biersoorten hebben jullie nu bij? We hebben nu 10 verschillende bieren bij. Er zitten wel een paar proefrousers bij die we nu uit aan het proberen zijn op dit festival. En kijken wat de reacties van het publiek zijn. En als die goed zijn, dan gaan ze de markt op. Ja, en wat is nou het biertje dat je zegt van nou, dit is het echt van die, een van die 10? Nou, we hebben nu een Black IPA bij. Dat is een pikzwarte van 10%. Heel bijzonder bier met 6 verschillende hopsoorten en 6 verschillende zwarte moutsoorten. Dus dat is echt een unicum. Dat bier komt bijna nooit voor. En we hebben er eentje van Café Hoegaarde die we gebrouwen hebben. Een Amai Blond, een heel simpel blondje, maar een heel mooi blondje wat in balans is. Zoet, bitter. En die proberen we hier nou uit. De 9e editie van het bierfestival op de Heuvel in Tilburg is tot zijn einde gekomen. De boel wordt hier afgebroken. De biertjes smaakten goed. Op naar het volgend jaar. Op naar het volgend bierfestival.